Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag een opgemaakte video voor jullie. Het is echt een flinke bak vol. Ik zal eens kijken of ik het zo in beeld kan krijgen. Er zit een hoop huishoudelijk spul tussen, een aantal dingen uit projecten, maar het is over het algemeen sowieso vrij veel allemaal. Ik ga de spullen één voor één eruit halen. Ik begin gewoon met wat bovenop ligt en ik ga het wel zoveel mogelijk per categorie doen, maar ik heb geen zin in een video van een half uur, dus ik ga soms een beetje snel doorheen. Als eerst mijn keukenreiniger, de kitchen cleaner van de Action. Dit is van het merk A Good Clean Naturally, met lime en black pepper. Dit is zo'n groene fles, je hebt er ook een badkamerreiniger van, die is blauw en alles reiniger die is roze. Die heb ik ook. Ik heb deze opnieuw gekocht. Ik heb ook een andere kitchen cleaner gekocht. Maar die vind ik minder fijn. En deze heeft voor mij nu prioriteit. Als in, daar kan ik opnieuw zo kopen. Maar ik heb hem dus nu nog een keer opnieuw gekocht. Ik heb op voorraad. Maar ik wil eerst die andere opmaken. Die ik dus minder vind ruiken. Dus deze is op. Ik weet niet wat er met wasmiddel is gebeurd. Maar dat is echt. Maar als eerst heb ik ook een. Dit is eigenlijk een soort van parfumparels van de Noor. Deze waren met amethyst en bloemboeket. Ik heb deze een beetje ooit vergeten. Ik heb nog de gouden. Maar ik vind de Noor wasverzachter altijd heel lekker. Maar ik deed deze parels ook heel lekker. Het deed me een beetje denken, aan iets van vroeger. Ik weet niet precies wat. Maar ik deed deze bijvoorbeeld bij mijn handdoek op en mijn beddengoed erbij. Dat is voor nu nog steeds mijn doel. Maar ja, ik vergat er nog wel eens ooit. Omdat dit best wel een soort extraatje is. Ik zou hem ook niet snel opnieuw kopen. Ik heb hem een keer bij Kruidvat gekocht. In een aanbieding of zo. Maar ze zijn over het algemeen vrij duur. Dus ik zou ze niet snel zo kopen. Misschien wel een aanbieding. Maar niet per se als in prioriteit. Want ik snap eigenlijk nog steeds niet wat het doet. Is het nou eigenlijk gewoon een vervanging voor wasverzachter? Of is het een extraatje? Ik weet het niet. Dus een beetje stom dat ik het dan wel zoveel gebruik. Ik vind het gewoon lekker voor bij mijn handdoek en mijn beddengoed. Omdat het dan lekker extra ruikt. Nog een extra dingetje voor in de was. Wat ik wel echt heel graag gebruik. Wasdoekjes. Ik ben nu volgens mij mijn laatste doosje bezig. Deze is van de DM. Van Denk Miet. De Farb und Schmutzkutvuger. Schmutzfangtuger. Zo, wat een woord. Dit was de grote verpakking van 50 stuks. Ik koop die eigenlijk altijd als ik in Duitsland ben. En ze hebben bij de Action en bij Kruidvat. En volgens mij bij Altijd hebben ze ook al van die doekjes. Maar ik vind deze gewoon tot nu toe het fijnst. Ik ben ondertussen dat doosje weer aan het slopen. Ik weet niet, iedere keer. Ik kan gewoon niet normaal een video opnemen. Iedere keer moet ik frunniken aan verpakkingen of dingen alvast slopen. Maar deze vind ik dus tot nu toe het fijnst. Deze koop ik zeker opnieuw. Als ik een keer naar Duitsland kan, mag gaan. Ja, love deze. Een van de dingen waarvoor ik gewoon altijd naar Duitsland ga. Omdat ik altijd in Duitsland blijf kopen. Iets wat niet in Duitsland gekocht is, maar wel Duits is. En eigenlijk nog een beetje bij vorige maand past. Is het W5 Dishwashing Liquid Apple Crumble van de Lidl. Afwasmiddel. Dit is dus afwasmiddel van de Lidl dus. En september, oktober, begin november veel gebruikt. Ik had een ander afwasmiddel openstaan. Heb ik het terug omhoog gezet en ik heb nu weer een andere gebruikt. Niet heel slim, maar deze is vrij snel gegaan. Deze rook wel echt heel lekker. Ik deed een beetje denken aan zo'n typische geur die je ooit in van die geurzakjes koopt. Die je bijvoorbeeld in je kledingkast kan hangen met kaneel. Vaak op de kerstafdeling bij Koppelmans en zo te vinden zijn. Maar ook echt heel lekker. Was een Hera Limited Edition. Ik heb een vaatwasser. Ik kan niet hebben woorden, wat wordt er voor dag? Ik heb thuis een vaatwasser, maar pannen en zo was ik nog steeds met de hand af. En ik heb sommige spatels die niet in de vaatwasser mogen. Dus eens in zoveel tijd en pannen dan gewoon dagelijks was ik gewoon mijn dingen af. Er is echt heel veel wasmiddel opgegaan. Hoe ik dit ga rangschikken en dan is het meteen ook bijna helemaal leeg. Er zijn 3 wasverzachters opgegaan, dat is echt niet normaal. 2 van Zwitser met de oude verpakking en een nieuwe verpakking. Zwitser wasverzachter vind ik echt heel erg lekker, maar ja... Ik heb nog wel wat wasverzachter. Ik heb laatst mijn voorraadje weer een beetje bijgehouden. En ik ga nu gewoon het goed bijhouden. Zwart wasmiddel hoef ik sowieso niet meer te kopen. Wasverzachter zou het eerste zijn wat ik misschien weer zou moeten kopen. Want de kleur was bijna op. En daar heb ik nu aangevuld. Dus, maar ik kan ook vooruit. Dus ik ga even gebruiken wat ik nu heb. Maar die van Zwitser vinden we dus heel erg lekker. Maar ik hou wel van afwisseling. Ook deze gebruikt van Robijn. Wasverzacht Passiebloem en Bergamo. Vond ik ook lekker. Leuk voor afwisseling. Niet per se heel winters. Maar gewoon wel lekker. Dan heb ik 2 kleurwasmiddels opgemaakt van Robijn. Ook weer afwisseling. Zwitser. Ja, Zwitser en Zwitser heb ik gebruikt. Dat is wel heftig. Het is wel echt hallo Zwitser, dat als je was gaat ophangen. Ik hang mijn was altijd op, ik heb geen droger. Vind ik ook onnodig, vind ik ook onhandig. Drogers en Eline gaan niet goed samen. Dus als ik mijn was aan het uithangen ben, dan ruik ik alles heel erg lekker naar Robijn. Robijn Zwitser. En ik heb de Rosé Chic Color opgemaakt van Robijn. En deze was, ja, wel oké. Hier, deze geur, zeg maar, doet niet heel veel voor het huis of zo. Alleen, in combinatie met bijvoorbeeld zo'n wasverzachter of... Ja,
is die wel gewoon prima. Oh man. Dan heb ik ook een zwart wasmiddel opgemaakt. Dit is de Robin Black Velvet. Beautiful Mystery. En deze was wel prima. Die rook wel echt heel lekker. Volgens mij heb ik die ook nog in staan. Maar ja, wederom. Ik gebruik het meer gewoon in combinatie met. En ik koop Robin toch altijd in aanbiedingen. Dus dan is het bijvoorbeeld 3 voor zoveel. En dan koop ik gewoon meer de duurdere verpakkingen. En ik vind dit er gewoon veel fancier uitzien. Maar ik heb ook nog de oude, de simpele Robin zwart. Die zou ook wel binnenkort dan dat ik die ga opmaken. Want die heb ik echt nog heel veel staan. En ik pak eerder die speciale. Ik weet niet waarom. Beetje psychisch. Nu valt het dus al heel erg mee wat er nog in zit. Ik ga beginnen met iets wat niet op is, maar wat ik moet weggooien. Want het was tot deze maand goed. En ik heb het gewoon niet gebruikt. Het zijn 2 gezichtsmaskers van Balea. Uit een adventkalender. Deze voor de droge huid en deze voor de onzuivere huid. Dit is een verwarmend gezichtsmasker. Vond ik toch heel eng. En ik weet niet waarom ik deze niet heb gebruikt, want ik heb een vrij droge huid. Maar ja, nou is het voorbij. En misschien zit er nog een leuk maskertje in de nieuwe adventkalender. Maar ik heb ook genoeg maskertjes, dus laten we dan maar meteen verder gaan met maskertjes. Dus heb ik nog 2 sheet maskers opgemaakt. Van een oude, ja oude. Ik had ooit bij de Action zo'n boek gekocht met allemaal maskertjes. Als idee om die dan in video's te gaan behandelen. En vervolgens bleef die in de la liggen. En tijdens deze kamer opruimen dacht ik moet hier iets mee. Ik ben ze gaan opmaken. Ik ben even mijn maskertje goed aan te kijken hoe en wat. Dus ja, ik heb het 2 maskers voor de normale huid. Albei sheet mask. Dit is Soothing Argan. Hydrating and Nourishing with Hyaluronate. En Amino Acid. En het Skin Boost Vitamine C with Hyaluronate Collagen en Promegranate Extract. En volgens mij heb ik deze als eerste gebruikt. Vond ik wel oké. En deze als tweede. Maar ik kreeg een soort van irritatie. Een soort bultjes. Kan zijn dat een van de twee die zeg maar als ik laatst heb gebruikt. Heb ik wel wat langer erop laten zitten dan maar. Geadviseerd wordt. Dus het kan ook zijn dat mijn huid gewoon te gevoed was. Of dat het een samenloop van dingen was. Of dat mijn huid gewoon geïrriteerd was. Ik weet het niet. Maar ik ga deze gewoon opmaken. Ik had ook 1 mascara vrouwtje gegeven toen ze ziek was. Had ik opgezocht met de post ook van deze set. Omdat ik vond dat ze zichzelf even wat mocht verwennen. En even lief voor haarzelf mocht zijn. Ze had mij een foto gestuurd van dat die top was. Dus mijn vriend had het ook gewoon gebruikt. En daar heb ik ook niks over gehoord. Dus het kan ook zijn dat ik gewoon een te gevoelige huid of te droge huid ervoor heb dat die ineens te geboost werd. Maar ik weet niet of deze nog te koop zijn. Dus die gaan sowieso goed. Slaat waarschijnlijk de hele stuk helemaal nergens op. Ik heb een hoog kaarsje opgemaakt. Ik heb als eerst, ja niet als eerst per se, maar als die ik tegenkom, deze van Eric opgemaakt. Die was in mijn herfst Action Shop nog te zien. Die wil ik eigenlijk hier gaan branden. Uiteindelijk is hij in de woonkamer beland omdat alles mooi als herfstplateautje hier bleef staan. Omdat ik focus even dag bij het opruimen en nog niet zozeer bij het decoreren waar ik nu ben beland. En dan staat hier als goed een kaarsje te branden die je waarschijnlijk niet ziet branden omdat het gewoon te klein is. Of omdat die is uitgegaan. Maar dit is dus al te groot, dus dat is jammer. Deze was wel heel lekker. Deze was met apple crumble geur. Ja, ik vind het gewoon appelkaneel. Die was heel lekker. Zou ik ook best wel opnieuw kopen volgend jaar richting de herfst. Een geurtje uit de adventkalender van Rituals van 2 jaar geleden. Deze was echt heel lekker. Dit was met watermeloen en pomegranate. En deze heeft wel hier gebrand. Want dit is zo'n schattig verpakkingje wat daar wel past. En ik heb, zoals je nog niet hebt kunnen zien, maar ik heb een nieuwe shoplog van de Action opgenomen. Waarin ik allemaal van zo'n soort kaarsje heb gekocht. Dus dat is leuk. Deze van de IKEA, die heeft al een tijdje staan branden. Die was echt zoiets van, nu sta je in de keuken, nu sta je daar. En op een moment dacht ik, even deze opbranden. Dus heb ik hem gewoon bij de tv neergezet. Deze is heel lekker. Dit is met voor mij een soort carrot cake geur. Ja, het is gewoon, grijs staat gewoon mooi bij ons. Vind ik mooi, echt niet te afleidend. En de geur is ook gewoon heel lekker. En het brandt gewoon prima. Zeker een aanrader. Zou ik ook nog vast wel opnieuw kopen als ik er weer ben. En als ze hem nog hebben. Rond Halloween geurkaarsen besteld. En 1 daarvan was van het merk. Van het merk wat ik nu weer ben vergeten. Maar wat hier in beeld is de verpakking van. Namelijk deze pompoenverpakking. En dit is de geur Salted Pumpkin Pretzel. En deze heeft eigenlijk de hele maand oktober zo ongeveer gebrand. Met dan nog begin december. Oh, die rook echt super lekker. Maar oeh, hij is zelfs plakkerig. Maar de hele ding is gedraaid. Ik wil de pot gaan schoonmaken. Hij had 2 lonten. Ik wil de pot gaan schoonmaken, maar op een gegeven moment zei mijn vriend, ik weet niet of je dat kunnen zien, maar hier, echt zo'n gooey soort karamel. Maar deze rook echt super lekker. Echt een beetje naar gezouten zoetheid. Maar ik wil de pot gaan schoonmaken, op een gegeven moment zei mijn vriend dat de pot wel erg donker werd, zoals je ziet. Dit is wat er nog overblijft van de wax. Misschien dat ik er nog ooit van een waxinelichtje of zo van ga maken. Maar de pot blijft in ieder geval.
Maar dit merk is echt wel een heel cool merk. Ze hebben een hele coole verpakking zoals je ziet. En dat is wel een duur merk. Maar ik zal er misschien volgend jaar wel weer iets van kopen. Dan kocht ik bij die kaars bestelde ik ook van het merk Village Candle. Lijkt een beetje op Yankee Candle. Royal Nutcracker. Eigenlijk een beetje een kerstgeur. Die is wel helemaal opgebrand. Maar ja, het was gewoon een hele lekkere kaneelachtige kerstgeur. Winters. Maar het was wel even leuk om zo erbij te branden als we bijvoorbeeld niet heel lang een kaarsje aan hadden staan of zo. Deze. Ook qua prijs een beetje te vergelijken met Yankee Candle. Niet heel goedkoop in ieder geval. Ook in mijn shoplog van de Action van de herfst was deze te zien. Deze heb ik volgens mij wel daar gebrand. Nee, ook niet. Ook in de woonkamer. Als tussentijdse kaars. Deze zou naar sandalwood moeten ruiken, maar daar rook je niet. Ik vond hem ook niet echt heel lekker. Een beetje naar die Jip en Janneke lipbalsem van vroeger. Deze zou ik niet opnieuw kopen en ook niet aanraden. De laatste paar dingetjes. Iets wat ik ook altijd in Duitsland koop. Zijn van die reinigingsdoekjes van Nivea. Deze zijn gewoon kwalitatief heel goed. Ruiken lekker. En in Duitsland super betaalbaar. Dus ik heb nog wat reinigingsdoekjes. Ik gebruik ze niet om mijn gezicht mee te reinigen. Maar ik gebruik ze vooral voor mijn swatches of dat soort dingen. Ik heb nog andere reinigingsdoekjes natuurlijk ook bij Action heb gekocht. Sorry dat ik zo snel praat, maar ik wil altijd heel veel zeggen in hele korte tijd. Die gaan binnenkort naar mijn everyday bakje. In mijn everyday bakje opruimen stopte ik de Nivea doekjes erin. Zei ik al, het kan zijn dat die snel op zijn. Ja, het zat er echt iets van 4 in, dus vandaar. Reinigingsdingetje opgemaakt. Ik heb mijn simpel micellair water opgemaakt. Volgens mij was dit mijn laatste waarvan zeg maar vrouwtje het nog oké vond. Ik weet trouwens niet of dit trouwens al de vernieuwde is. Maar ik heb deze op aanraden van vrouwtje gekocht. Heb ik al heel vaak gekocht. Maar nu hebben ze de formule veranderd en zit er iets niet in. Maar ik weet niet waar de ingrediënten staan. Ja, hier zit nog wel niacinamide in. Maar het zit er tegenwoordig dus niet meer in. Ik heb nu die van NAE in gebruik. En ik heb nog best wel wat cleansers die ik wil uittesten. Ik dacht eerst die van NAE op te maken. Maar dat is zo'n grote verpakking dat ik misschien toch eventjes een periode ga overstappen naar wat ik nog meer heb. Om te kijken wat goed is. Deze heb ik dus niet meer. En die zal er ook niet meer komen. Deze heb ik ooit, lange tijd geleden, een keer met 35% korting gekocht bij de Albert Heijn. De L'Oreal Oogmake-up Remover. Deze heb ik bij mijn ouders in gebruik gehad. Een tijdje terug ben ik toen hier ben ingenomen. Omdat ik vond dat ik deze wel kon opmaken. Want er zat niet meer zo heel veel in. Volgens mij zat hij nog tot hier vol of zo. Dus ik kon nog een tijdje mee doen. Nu zit er echt nog een druppeltje in. Dat zie ik nu. Maar ja, hetzelfde verhaal. Ik weet niet of deze nog te koop is. Op zich werkt het wel prima. Maar heeft niet mijn voorkeur. En ik vind L'Oreal Oogmake-up Remover gewoon echt heel duur. Maar ik heb nog mijn Simple Oogmake-up Remover staan. Die ook uit is. En die heb ik toen op voorraad gekocht. En ik heb voor komend jaar een project voor mezelf. Daar komt nog een video over hoe ik dat allemaal wil gaan aanpakken. Dus het gaat nog wel even duren voordat ik ook nog een voor nodig heb. Maar mocht L'Oreal of Nivea ook nog een keer in de aanbieding zijn, dan zou ik hem zeker een keer kopen om te testen. Maar dat duurt nog even, want daarvoor wil ik sowieso nog 2 andere knoefjes opmaken. Dan heb ik wat dingen waar een overloopje naar project toe zit. Ik heb 2 douchegels opgemaakt. Ik weet niet of ik deze van Nivea heb ik volgens mij ook in Duitsland gekocht. Care en Cashmere. Ook echt heel lekker. Ja, echt super lekkere geur. Zou ik best opnieuw kunnen kopen in Duitsland. Want daar is gewoon een stuk goedkoper. Gewoon lekker. Niet te veel op of aan te merken. Deze komt ook uit Duitsland. De Balea Crème de Scent of Magic. Duftet naar beren en vanille. Limited Edition. Die kocht ik de laatste keer in Duitsland. En dat was de eerste keer met mondkapjes. Ik dacht, ja, smijt maar gewoon in mijn kar. Deze rook echt te heftig. Dit is wel echt de geur waarvan ik eigenlijk denk, oeh, die had ik even moeten ruiken. Dit is een mega zoete beste geur. Ik zou hem niet zo snel opnieuw kopen, want ik vond hem gewoon echt te heftig. Ik dacht, hij is best wel chic of zo, omdat hij wat mooier eruit ziet. En op zich is Balea daar best wel goed mee om ook wat subtielere geuren te maken. Maar niet met beren. We blijven nog even bij Balea. Want ik heb ook een shampoo opgemaakt van de Schönheitsgeheimnisse. Dat is het eigen merk zeg maar van de DM. Gebaseerd op de, in Duitsland is het de Ware Schatz van Schwarzkopf. Maar in Nederland is het de Loving Blends. Dit was met kersenbloesem voor normaal haar. Zonder siliconen en zonder parabenen. En ik vond dit zo lekker ruiken. Ik heb hier de conditioner nog van. Dus als ik weer in Duitsland ben, dan komt deze er zeker nog een keer. Want dan kan ik gewoon die in combinatie met de conditioner opmaken. Dus die.
Dan even een sprongetje naar volgens mij product uit mijn project Pen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dit is de Body Lotion It's a Magical Time met Zint en Caramel Duft. Ook uit een adventskalender. Mij van vorig jaar. Deze ook zo lekker. Met kaneel en karamelgeur dus. En deze moest van mezelf op. Want in de adventskalender van Alverde zat een Body Lotion. Waar ik heel graag een heel setje van wilde gaan maken. Dus daar ga ik me nu op focussen. Deze was echt heel lekker. Ja, ze hebben hem niet full size. Als ze dat wel hadden, had ik hem misschien wel gekocht. Deze had echt liefde. En dat is echt niet zo snel voor een Body Lotion. Want ik doe echt met zo'n klein flesje doe ik super lang. Want ik heb gewoon met 1 à 2 druppeltjes. Sorry voor de stofzuiger. 1 à 2 druppeltjes, zeg maar, gewoon van die klortjes. Kan ik gewoon echt mee vooruit. Ik ben best wel royaal of niet. Royaal met andere producten, maar hiermee dus totaal niet. Want zo'n droge huid zeg maar, op mijn lichaam heb ik niet. Blijf nog even bij de projecten hangen. Want ik wist ook niet dat ik deze in mijn project had gestopt. Etelskwastenreiniger. Ja, dit is een leuk verhaal. Want ik had met mezelf afgesproken als deze aangebroken, mag ik die van Kruidvat opnieuw kopen. Nou, hij was volgens mij tot hier. Had ik hem nog steeds niet gekocht. Ik ging toch maar op zoek. En bij onze Kruidvat hadden ze hem niet. Toen ben ik nog een keer later geweest, maar ook niet. Bij Kruidvat bij mijn ouders in de buurt geweest, hadden ze hem ook niet. Dus ik heb een vrouwtje, hebben ze die kwastreiniger bij de Kruidvat eruit gehaald. Zij wist het niet, dus ik heb toch maar die van Hema gekocht. Heel mijn dingen om te wachten met kwastreiners kopen en welke ik dan zou kopen. Die van Ethos. Ik ga deze verpakking wel bewaren, want dan ga ik die van Hema instoppen. Ik weet dus niet dat ik hem in mijn project had zitten. Dus in mijn projectvideo moet ik het niet vergeten. Maar ik ga hem nu dus meteen weer bijvullen met die van Hema. En ik vond de spray wel fijn. Dan heb ik nog wat dingetjes uit mijn project. Deze Pumpkin Frost handgel was echt heel lekker. Zat niet meer zoveel in. Is echt ook aan het begin van de maand opgegaan. Maar die ik er nu in de tas op zitten, die vind ik toch wel minder. Dus ik weet niet waarom ik het niet zoveel meer gebruik. Misschien omdat je overal, als ik naar een winkel ga, nu zeker met kerstcadeaus en Sinterklaascadeaus en zo, dat ik letterlijk om de 3 seconden mijn handen aan het desinfecteren ben. Maar deze is op. Dan is het natuurlijk überhaupt een heel project over parfums opmaken. Ik heb Coach Floral opgemaakt uit Van Parfumado. Deze was zo lekker. Die had echt een lekkere geur. Daar kreeg ik heel veel complimenten over. Wel wat meer zomers heb ik volgens mij ook in de lente of zomer bij Parfumado besteld. Maar dit zou wel een geurtje zijn die ik zou willen hebben full size. Maar nu nog niet. Eerst nog een andere geurtje opmaken. Ik wil mijn Dolce & Gabbana geur echt op hebben. Liefste jaar. Dus daar ben ik me nu op aan het focussen. Is deze ook opgegaan. Dit was Naked Urban Decay Glide-on Slide-on 24 Hour Lip Pencil. In de kleur Naked. Ja, het stiftje is er helemaal uit. Maar die was ineens op. Ik was mijn lipliner aan doen. Ineens was die op. En dan heb ik nog een make-up product wat niet in mijn project pen zat. Maar wat wel op is, deze mascara van Essence, The Lash Princess. Eigenlijk heb ik nog een mascara in mijn Everyday bakje zitten die eigenlijk ook zo goed als op is. Maar ja, die komt dan maar volgende maand. Dan misschien dat ik nog 1 of 2 keer kan gebruiken. Maar deze is zeg maar niet op, maar is gewoon uitgedroogd, klonterig. En daaraan merk ik gewoon dat de mascara dan niet meer goed is. Deze gaat ook in mijn, voor het hele jaar bakje. Dus eigenlijk zocht zo'n project me ook wel niet. En dat was het. De bak is leeg. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En tot ziens. Bye.